Het is de Kamperbinnenpoort in Amersfoort. Het is nog de enige toegangspoort van de binnenste omwalling, dus van het oudste gedeelte van de stad. En het is een poort die gebouwd is voor 1259. Om daarin te werken, dat heeft zijn charme. Dit zegt de heer Van der Wal, eigenaar van een tinnen gieterij die in een van de torens van deze poort is ondergebracht. Wij volgden hier het gieten en afwerken van een tinnen koffiekan. Voor we gaan gieten moeten we dus eerst een mengsel klaarmaken. Daarvoor nemen we een blok tin. Daarbij mengen we 3% koper om het sterker te maken. Het lood wordt toegevoegd om het beter vloeiend te maken. In de vroegste middeleeuwen is tin eigenlijk pas in ons land bekend geworden. Meestal in de vorm van bekers en kannen. Ook wel siervoorwerpen, maar toch meestal als eet- en drinkgerei. Als blok tin gesmolten is en het mengsel een temperatuur heeft van ongeveer 320 graden, dan kunnen we gaan gieten. Deze vorm doen we met twee lepels in twee gietopeningen. Dan voorkom je dat er luchtinsluiting ontstaat. Dan slaan we de vorm los. Dat noemen ze het breken van de vorm. De romp van de koffiekan die bestaat uit het nekstuk en de bodem. Deze worden aan elkaar gelast met de soldeerbrander. De lasnaad wordt met een grove beitel weggedraaid. Daarna wordt de gehele vorm fijn nagedraaid. Dus dat die heel glad is. Als de romp klaar is, gaan we verder met gieten. Want er moet nog een deksel op. Een kraan in, een handgreep aan en pootjes eronder. Als al deze delen aan de romp gezet zijn, dan kan de koffiekan voor het eerst op eigen benen staan. Als allerlaatste wordt het tinmerk aangebracht, waarbij het gehalte aan tin duidelijk leesbaar moet zijn. Nou ja, en dan is er koffie. Proost! Net als vroeger geldt ook in deze tijd weer, tin is in.